maar alsnog, ik ben gewoon opgelicht door de taximan. Ik heb hier dus afgesproken met drie hele leuke meiden die ik heb leren kennen via YouTube. Hey. 20 minuten om het vliegtuig te halen, dan is die weg. Oh, we kussen elkaar. There's a way that the sky opens up when we touch it. It's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feels so holy, 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 holy. Goedemorgen. Nou, op dit moment zijn we al buiten en zijn we in de Primark. En Lieetje slaapt. Kijk. En nou even kijken waar Leveen is. Ik hoor hem volgens mij al wel. Goedemiddag alweer. Ik heb echt super weinig gefilmd. We waren even in de Primark geweest. Ik heb letterlijk één korte legging voor mezelf gevonden. En voor de kindjes heb ik ook wat leuke dingetjes gevonden. Voor Leveen een paar basic shirtjes. En voor Lié heb ik hele leuke dingetjes gekocht. Ik kan het wel even snel laten zien. Kijk, voor Lié had ik zo'n schattig broekje gekocht met van die bloemetjes. Een superleuk tuinpakkie. En een blouseje. Nou, dat is dus allemaal te klein. Maar kijk welke maat. Het zit echt te strak. Dus die moet ik ruilen en een maatje groter voor haar gaan halen. Maar ik had geen zin meer om terug te gaan. Ik heb helemaal geen make-up op, jongens. Kijk eventjes hoe mijn huid aan het verbeteren is sinds ik gestopt ben met de pil. Ik ben zo blij. Ik zit nu ook wel in de zon. Ik smeer natuurlijk wel gewoon mijn gezicht goed in. Maar misschien ook dat het zonlicht een beetje goed doet. Wat? Huh? Mama, ben je ook op de camera? Ja. Goedemiddag alweer. Het is 2 uur. Ik heb vandaag helemaal niet gefilmd. We hebben eigenlijk ook niet zoveel gedaan. Dus ja, ik ga nu heel even naar de... Wat is dat? Waarom piept het? Oh. Zo. We gaan dadelijk naar papa toe. Naar opa. En dan gaan we daar gezellig avond eten. En hij heeft ook volgens mij een zwembadje opgezet. Dus dat is natuurlijk ook heel leuk. We kunnen de kindjes eventjes lekker in het water een beetje afkoelen. Oeps. Trampoline springen? Ja, ping, ping, ping. Ping, ping, ping. Spring. Ja, papa. Papa kan niet meespringen, hè? Oh. Nee, opa wel. Ja. En Liv? Ja. Ja. Dus daar gaan we dadelijk naartoe. We zijn nu samen onderweg naar de winkel. Toch? Want we gaan boodschapjes halen omdat we morgen naar de Efteling gaan. Ja. Yay! Samen die heen kom. Samen pakken. Kom, politie? Ja. Oh. Morgen jongens. Nou, we zitten in de auto. Mami. En daar komt mami, want we gaan naar de Efteling toe. Mami. Het is vandaag niet super zonnig, maar het is alsnog iets van 22 graden. Dus op zich ook wel lekker. Een beetje koeler dan gisteren, want het was echt bloed en bloedheet. Mami. Oh, is hij nou boven? Dan gaat hij zo meteen weer. Gaat hij klimmen? Wow, yes. Wij zijn zo hoog. Ja, hij gaat niet. Hoog. Zwaaien. Mwah. Thank you.
Zag je zelf een? Nou, we hebben net eventjes 4 regenjasjes gehaald. Want het begon net keihard te regenen. Maar het is nu in ieder geval wel even een beetje lekker verkoelend. Het druppelt nog een klein beetje. En nu gaan we onderweg naar die rijdende autootjes. Dat vinden we opeens zo leuk. Dus ik ben benieuwd, we kunnen er allemaal samen in met z'n vieren. Dus ja, daar gaan we nu naartoe. Daar gaan we. Ja, mama. Mami is al super ver. Nou, we hebben een mooie poncho aan. Hey, Joma. Ga je zo weg? Rondje nummer 3. Hey, Lie. Nee, nee, roodkapje. Of nee, nee, boze wolf. Nee, nee, mag niet roodkapje opeten. Nee, nee, mag niet roodkapje opeten. Mijn lieke baard. Nou, dat was een leuke dag, hè, jongens? Ja. Waren we in de Efteling? Ja. Ja, hè? Goedemorgen, jongens. Nou, op dit moment is iedereen helemaal klaargemaakt. Want wij gaan naar een speelpaleis. Oh, ik ben 2 trappen opgerend. Ik ben kapot. Het is allemaal een beetje warrig hoe ik heb gefilmd, want ik heb de film, of ik ben in ieder geval de vlog al niet begonnen, zeg maar. Ik ben ineens naar de Efteling gegaan. Maar als ik eenmaal hier ben, dan heb ik er gewoon, ja, dan vergeet ik ook gewoon een beetje te filmen, omdat ik gewoon met van alles bezig ben. En dan zijn we ook zoveel leuke dingen aan het doen. Ik heb zo super slecht gefilmd. We zijn naar het speelpaleis geweest en we hebben lekker avondeten gegeten. Mama heeft macaroni gemaakt. En nu ga ik weer mijn spullen pakken. Heel deze koffer. En dan ga ik die beneden inpakken. Ik gooi gewoon alles op elkaar. Want morgen moet ik hem toch weer uitpakken. Als ik bij mijn schoonmoeder ben. Dus het heeft, ja. Het hoeft allemaal niet netjes. Maar ja, het is wel een gedoe. Maar goed, ik ben echt zo moe. Dus... ja, morgen ga ik trouwens wel nog heel eventjes langs papa en Kim en Liv. Goedemiddag alweer. Nou, ik ben helemaal klaargemaakt. Ik heb mijn haar in een hele strakke staart zitten. Ik heb best wel wat make-up op voor mij doen. Maar ik ben op dit moment bij mijn schoonmoeder. Sinds gisteren zijn we hier aangekomen. En ik ga zo meteen afspreken met een vriendinnetje van mij. En die komt uit Almere helemaal hier naartoe. En dat is echt mijn vriendin al... Nou, we zijn elkaar eventjes kwijtgeraakt toen ik ging verhuizen. En nu hebben we elkaar eigenlijk gewoon weer gevonden. Dus ik vind het super leuk. We gaan dadelijk samen even de stad in. We gaan gezellig een hapje eten op het terras. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Het is vandaag bloed en bloedheet. Ik heb het echt warm. Ik had dus ook bij de Primark afgelopen week dingen gekocht. En die zijn helaas te klein voor Lie. Dus nou dacht ik, weet je wat, dan ga ik die dadelijk ook ruilen, want ik ben daar in Eindhoven, dat is ook een Primark. En die vind ik altijd leuker dan die in Tilburg, dus. Goedenavond, ik ben weer terug bij mijn schoonmoeder. Met Negen was ik een hapje gaan eten. Super gezellig, echt zoveel gekletst en dan gaat de tijd zo super snel. Ik zit nu nog in het laatste beetje zon die er is. Heerlijk. Maar ik had dus ook even bij de Primark wat dingetjes geruild voor Lie. Omdat ze dus, wat ik gekocht had laatst, paste ze niet. Dus dat heb ik geruild. Dat zal ik jullie zo wel even laten zien. Maar ik heb dit broekje voor Leveen gekocht. Echt super leuk. Was maar 7 euro. Dan heb ik, dit broekpakje voor Lie met zo'n shirtje eronder. Ook echt super leuk met allemaal bloemetjes. Dan heb ik deze. Voor Lie met van die franjes. Nou ja, en kijk hoe duur. Dat is toch echt
geen geld met dit broekje erbij. En die is ook zo 1,80. Wij zijn nu in het Sprookjesbos en we zijn helemaal naar Valkenburg gereden. Het was een reis, want de kindjes waren best wel aan het huilen en eigenlijk al een beetje moe. Dus Lier is nu in slaap gevallen in de buggy. En Leveen en mijn schoonmoeder zitten in de draaimolen. Dus ik ben nu even lekker hier gaan zitten. Maar het is super, super leuk hier. Alleen die bergen op en af met die buggy en dat plankje. Dat is echt een workout gewoon. Dat is niet normaal. Maar het is echt hartstikke leuk hier. En je kan hier ook iets van pizza eten. En dan komen daar nog autootjes. Ik heb hier trouwens de platte grond. Kan ik ook wel even laten zien. Dat is ook wel heel leuk. Ja, hier is de platte grond. Kijk. Deze gaat Leveen echt geweldig vinden, die autootjes. En dit is ook heel leuk. En hier tussendoor staan overal allemaal sprookjes. Dus hier is dan een kabouter en hier is iets met kasteel. Ik zag net al 7 geitjes. En ja, hier is nog meer kabouter. Hallo, hallo! Zitten blijven! Hey! Rennen, Lier! Go, go, go! Kom in, Leveentje! Ja! Goedemiddag. Nou, ik ben op dit moment in Arnhem. Ik heb net een PCR-test gedaan. Ik sta super ver achteraan geparkeerd. Ik heb nog bij de Zara een tas opgehaald die ik wil meenemen overmorgen als ik terug ga naar Zweden. Oh, ik moet even op adem komen. Maar ik heb hier dus afgesproken met 3 hele leuke meiden die ik heb leren kennen via YouTube. Campbell, Noël en Julia. En we zijn allemaal van verschillende hoeken gekomen. En ik dacht, ik doe meteen mijn PCR-test hier. En dan kan ik ook een drankje doen op het terras. En dan ga ik daarna weer lekker naar huis. Dus ik ben hier nu ergens. Ik geloof dat het hierboven is. Dus ik ga nu lekker snel naar binnen. Of in ieder geval, ik ga nu even naar het terras lopen. Ik heb nu alvast 2 tassen in de auto gezet. Lier slaapt. En zometeen ga ik de koffer in de auto zetten. En dan gaan we richting Schiphol. Wacht, ik vergeet nou mijn camerahoesje. Dan gaan we dus richting Schiphol. En mijn koffer zit bomvol. Als hun die gaan openmaken, ben ik echt gefukt. Maar goed. Dan mogen ze het zelf ook maar weer dichten, want er zit een hele vacuümzak over de kleren heen, waardoor het allemaal veel platter werd. En ik heb nog ruimte over gehad om andere dingen mee te nemen. Ik kan het trouwens wel heel even laten zien. Maar... Oh, het heeft zo gespraat. Kijk. Dit is die zak. Daar zit helemaal strak die kleren in. En dan echt nog de laatste dingetjes die gewassen zijn bovenop. Zo. Ja. Dus dan komt er nu ook nog een slaapzak nog bij. En de knuffels van de jeetje. En dan heb ik echt alles mee wat ik echt mee moet hebben. Dus... Ik ga eventjes de laatste dingetjes doen. Ik ga Lier wakker maken. En dan kunnen we gaan. Hey. Ik heb nog 20 minuten. Je mag lopen, schat. Heel even wachten. Wil je lopen? Ja. Moet je snel zijn, hè? We moeten echt zo hard lopen. Hm? Kijk, go. Go, go, go. Snelle beentjes. Kom dan. Ik heb nog iets minder dan 20 minuten. Leveen, kom, schatje.
Als je wil lopen, moet je doorlopen. Ik ben nu bij gate B1. En ik moet naar 36. Ik kan niet meer rennen. Het doet gewoon pijn. Ik mocht gelukkig die buggy meenemen. Dus ik ben al heel de tijd aan het rennen. Gelukkig ging de douane heel snel. Maar Leveen loopt gewoon niet door. En ik heb een plankje, maar hij gaat er niet altijd op staan. Dus ik ben echt... Ik hoop dat ik het red. Want hij begint keihard te huilen de hele tijd. Ik filmde... Vorige keer... Oh, ik zie eruit die haren. Ik filmde vorige keer dat het allemaal wel te doen was. En iedereen denkt dat het makkelijk is. En zo komt het misschien over. Maar zoals dit is het dus ook. Oma is naar huisje. Nee, opa. Oma kan even niet mee, schatje. Nee, opa. Ja. Kom je bij mama staan? Mama gaat keihard racen. Dat is leuk. Dan ga ik heel hard rennen. Hé. Hey. Dat is net als een raceauto. Kom maar staan. Mama is net zo snel. Oh, ze roept iets om, maar... Nee. Bijna iedereen is ingecheckt. Of in ieder geval, bijna iedereen zit in het vliegtuig. Dus wij kunnen zo. Ik heb hier dus natuurlijk deze koffer, of deze buggy. En die gaan ze als allerlaatste erin doen. Echt waar, jullie willen niet weten. Ik heb gezweet. Ik tril ook helemaal. Zo hard gerend. Ik heb nog een luier verschoond. Dus ik kan niet wachten tot we in het vliegtuig zitten met die erko op mijn gezicht. Ze zijn nu eventjes lekker aan het spelen. Lee, ik kan rennen tegenwoordig. Joef. Wat ga je dadelijk doen, Leveen? In de vliegtuig? Ja, in de vliegtuig, hè? Hé, hey, waar gaan we naartoe, Leveen? Naar huis? Naar huis. Zeggen we doei doei. Zie je, doei doei. Doei doei. Ik heb net nog een sneltest gehad. Moest ik ook weer 20 minuten op wachten. Ik heb net flink staan janken gewoon in mezelf. Ik was gewoon zo ongelooflijk kwaad. Ze zeiden tegen mij dat ik mijn koffer mee mocht nemen naar de gate. En eenmaal uit de gate, moet je wel sturen. Eenmaal uit de gate zou, of eenmaal in Kopenhagen zou die bij de gate op mij staan te wachten. En ik zag twee andere kinderen die meteen in hun buggy zaten. En drie keer raden waar mijn buggy weer naartoe ging, onder in het ruim. Dus ik moest met hun twee lopen in die rij staan. Ik moest met hun twee lopen in die rij staan en test doen. Allemaal met drie tassen. En terwijl ik Lee vast had, nou, ik stond daar in die rij gewoon echt met tranen in mijn ogen dat die man zei van ga maar voor. Dus daar was ik wel zo blij omdat ik voor mocht. Als je dus nu deze buggy gekregen. Want ik zei tegen die vrouw, ja, ik moet echt iets hebben. Want er zijn ook gewoon geen karretjes hier en ik moet al die gangen uitlopen. Dus ze zag mij ook met tranen in mijn ogen. Dus toen zei ze, hier, ik heb iets voor je kunnen regelen. Goedemorgen allemaal. Lee loopt achter mij aan, maar die heeft mijn telefoon pas met muziek. We hebben dus vanmiddag allemaal een middagdutje gedaan met z'n drieën. Het is nu, het is ook helemaal geen ochtend meer, het is al middag. Maar de auto staat nog steeds op Olympia op het voetbalveld. Of in ieder geval bij de parkeerplek van het voetballen. En die ga ik dus nu even ophalen. En jongens, ik ben opgelicht voor ja, 50 euro ongeveer. Nou, iets minder dan 50 euro. Maar alsnog, ik ben gewoon opgelicht door de taximan. En ik snap gewoon niet waarom mensen dat nu nog gewoon doen en flikken. Ik bedoel, hallo. Ik ben gewoon een moeder met twee kindjes en ik ben gewoon dood op het einde van de dag. En deze vent, die legt mijn pasje erop. We hebben een prijs afgesproken van 150 euro. Hij legt mijn pasje er bovenop en daarna geeft hij dus de machine aan mij, de pinmachine. En toen kon ik dus niet meer zien hoeveel het was en zag ik alleen maar dat ik mijn pincode moest invoeren. Dus ik tik mijn pincode in en ik dacht nog bij mezelf van het zal toch niet, weet je. Want ik heb het niet gezien.
Dus ik kom thuis en hij hielp me nog. Lié had nog overgegeven in die stoel. Heb ik nog helemaal mee helpen opruimen met hem. Nou, het was echt een lange, zware kutdag. En ik kom thuis en ik had zo'n raar gevoel. En ik kijk op mijn rekening. En hij heeft dus gewoon €195 eraf geschreven. Ja, dat kan je toch gewoon niet geloven? Zoiets doe je toch ook gewoon niet? Even serieus. En dan erbij reed ik ook nog niet alleen in deze taxi. Ik reed nog met een andere vrouw. En die had ook nog een kindje mee. Dus we zaten ook nog eens super krap in die auto. Nou, ik heb dus een boze mail gestuurd. Oh, mijn telefoon is geblokkeerd.